Dit is Kai van der Ree, een YouTuber die van zijn voetstuk valt na een onderzoek van RTL Boulevard. Want wat blijkt, hij stuurt seksueel getinte berichten naar meisjes tussen de 13 en de 16 jaar. Dit is de ondergang van succesvol YouTuber Kai van der Ree. Eerst even aandacht voor een nieuwe samenwerking. De komende weken ga ik mij inzetten rondom recyclen. En dit alles is een samenwerking met WeCycle. Want zeg nou zelf, heel eerlijk, heeft iedereen wel iets liggen wat hij eigenlijk niet meer gebruikt. En dat is zonde. Maar daar kan je wellicht veel meer mee dan je nu denkt. Want misschien kun je er een ander wel blij mee maken door het weg te geven of te verkopen. Of je kan je oude apparaten die jij dus niet meer gebruikt inleveren zodat het wel gerecycled kan worden. Omdat daar grondstoffen in zitten die super bruikbaar zijn. Het in de kast laten liggen zodat niemand er wat aan heeft, dat is pas zonde. Dus don't be a e-waster en kijk nou wat jij met je oude apparaten kunt doen. Daar ga ik jou de komende weken veel meer over vertellen. En ben je nu al benieuwd wat jij met je apparaten kunt doen? Ga dan naar watismijnapparaatwaard.nl en check of jij al in actie kan komen met jouw oude apparaten. En nu gauw door met de video. Op 15 januari 1992 wordt Kai van der Ree geboren in Den Haag. En vanaf jongs af aan is hij al bezig met het maken van video's. Hij is namelijk al vroeg bevriend met een aantal populaire bekende YouTubers. En omdat Kai van der Ree nog niet helemaal weet wat hij met zijn leven aan moet, besluit hij, net als zijn bekende populaire vrienden, te beginnen met een YouTube kanaal. Dat doet hij in 2013 en zo maakt hij een eigen kanaal, maar ook een kanaal met een aantal vrienden. En dat kanaal heet Zeus. Wij zijn Zeus en we stoppen nooit! En op dat kanaal doet hij allerlei pijnlijke, gekke, bizarre stunts. Hoe gekker, hoe beter. Het is een beetje de Nederlandstalige Jackass. En dat valt op, want op YouTube worden ze razendsnel populair. Kai van der Ree is een beetje de anchorman van Zeus. En daarnaast heeft hij dus ook zijn eigen kanaal. Maar omdat hij bevriend is met grote populaire andere YouTubers, wordt hij al gauw geholpen door die mensen. En dat betekent dat er snel heel veel mensen beginnen te kijken naar Kai. Zeus wordt in die jaren een van de allergrootste Nederlandstalige YouTube-kanalen van ons land. En zo lijkt Kai van der Ree steeds meer een succesvollere carrière te krijgen. Zo komen er in die tijd ook allerlei bureaus rondom YouTubers, managers, er valt namelijk geld in te verdienen. En zo tekent Zeus een contract bij RTL. Omdat RTL in die tijd ook een soort managementkant voor online makers biedt. Zo gaat Kai van der Ree voor meerdere YouTube-kanalen van RTL aan de slag. En krijgt hij ook een kans bij BNNVARA. Zo krijgt hij zelfs een programma. En ontwikkelt hij een passie voor radio. Als hij voor een YouTube-video besluit bij een radioshow te gaan kijken, merkt hij dat hij radiomaken toch wel heel leuk vindt. En dus krijgt hij ook direct een kans om bij 3FM aan de slag te gaan als radio-dj. Ho, eerst even dit. Ken je onze video's nog niet? We maken true stories waarin we jouw misdaadzaken uitleggen, maar we maken ook eigen onderzoeken. Vind je dat interessant? Druk dan even op de abonneerknop en iedereen die dat doet, ga ik terugvolgen op Instagram. Doe dat dus even, stuur mij een bewijsje dat je bent geabonneerd en dan gaan we nu verder met het verhaal rondom Kai. Kai van der Ree is een grote naam in de media aan het worden. Want een succesvol YouTube-kanaal, een radioprogramma, een tv-programma, meerdere shows op het internet en wordt hij ambassadeur van het Rode Kruis om zich ook maatschappelijk in te kunnen zetten. En een grappig feitje uit die tijd is dat ik toen ook begon met YouTube. En omdat onze video's opviel qua kwaliteit, werd me gevraagd of wij de montage en de regie van Zeus wilden doen. Daar hebben we toen even over nagedacht, maar dat werd al gauw onderbroken. Want Kai van der Ree besluit te stoppen met Zeus, het kanaal waar het allemaal mee begon. Omdat hij steeds minder van die flauwe YouTube-filmpjes maakt en zich steeds meer wil richten op professionele producties bij radio en tv. Zeus vindt hij gewoon niet meer zo leuk.
En dat is het eerste wat afbrokkelt rondom Kai. Want Kai van der Ree vertelt in een andere YouTube video op een ander kanaal dat hij geruchten hoort over Nikki Tutorials, een andere grote influencer. Hij zegt namelijk dat hij geruchten hoort dat zij eventueel een transgender zou zijn. En dat blijkt daarna ook waar te zijn. Maar mensen nemen het niet in dank af dat Kai zonder overleg of hoor en wederhoor zomaar in een YouTube-video publiekelijk meldt dat Nikki Tutorials een transgender is. Mensen vinden dat respectloos en er ontstaat dan ook online nogal wat ophef over de uitspraken van Kai. Kai voelt zich aangevallen en besluit publiekelijk excuses te maken. En wat Kai van der Ree dan nog niet weet, is dat de excuses die hij dan gaat maken, zorgt voor zijn grote val naar beneden. Zo schrijft Kai van der Ree een excuses op zijn social media. Maar schrijft hij ook dat als mensen hem goed zouden kennen, dat ze dan zouden weten dat Kai van der Ree iedereen lief heeft en respect heeft voor mensen. En dat valt volledig verkeerd bij een aantal meisjes op Twitter. Die komen direct na die excuses met verhalen over Kai. Want Kai, jij vertelt nu wel dat je zo respectvol bent tegenover mensen, maar zij doen uit de doeken dat dat wel meevalt. En ze schrijven op Twitter verhalen over wangedrag van Kai. En RTL Boulevard valt dat ook op. En die besluit om een onderzoek te doen naar Kai van der Ree en de berichten op Twitter. Want klopt dat eigenlijk wel? En hoe zit dat dan? En Luc Ikink vertelt daarna daar nog over in de podcast van Bastiaan Meijer, de Podbast. Hoor maar. Het speelde al een beetje op Twitter. Die meisjes waren daar al over aan het vertellen. Maar goed, dat is het alleen maar op Twitter. Wij zijn wel van bewust dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben. Dat als wij het op tv vertellen, dat het dan meer gaat leven. Dan gaan meer mensen erover praten. Dus dat moet je heel goed afwegen. Dus, en dat doen we niet aan de hand van 10 tweets. Nee. Dat kan niet. Die tweets kan je niet letterlijk voor gaan lezen. Van god, dit speelt er rondom Kai van der Ree. Moet je eens kijken. En dan maar denken van nou ja, ik laat het allemaal weer liggen. Nee, dan moet je goed onderzoeken. Veel bewijs hebben. Dus we hebben ook een heel dossier liggen. Met allemaal bewijs. Allemaal chatgesprekken, foto's. Dat kan je natuurlijk niet zomaar uitzenden. Dat moet ook niet. Dat hoort niet. Maar we hebben wel al die bewijzen dat dat is gebeurd. RTL Boulevard bouwt dus achter de schermen een dossier op over Kai van der Ree. En de berichten die rondgaan op het internet. En wat blijkt? Kai van der Ree stuurt seksueel getinte berichten naar meisjes tussen de 13 en de 16. Boulevard schenkt er zelfs een uitzending over. En dat is het begin van het einde voor Kai. Want Peter R. de Vries vertelt in geur en kleur aan de desk van Boulevard hoe die berichten eruit zagen. En van die berichten lusten de honden geen brood. Zo is Kai van der Ree nogal manipulerend en dwingend naar de meisjes. Zo blijkt uit de correspondentie die Boulevard in handen heeft dat ook als een meisje zegt nee of twijfelt over of ze wel seksueel getinte berichten moet sturen, dat zelfs dan Kai toch blijft aanhouden. Kai blijft vragen om bijvoorbeeld naaktfoto's. En dat ontploft in de media. Het Rode Kruis zet hem aan de kant als ambassadeur. BNNVARA gooit het hele programma van Kai in de prullenbak. En RTL wil geen verdere zaken doen in de toekomst met Kai. En ook het radioprogramma op 3FM stopt per direct. Kai van der Ree biedt in de media zijn excuses aan voor zijn wangedrag. Maar echt helpen doet het hem niet. Iedereen is klaar met Kai. De media, de kijkers, eigenlijk iedereen. En zo ging Kai van der Ree van een van de succesvolste mensen in de media, want hij had een radioprogramma, was in de kranten te zien, op tv, YouTube. Het kon allemaal niet beter gaan voor Kai. Maar de val naar beneden was des te harder. Kai van der Ree is daarna nooit meer echt publiekelijk in de media gekomen. En dit was de ondergang van Kai van der Ree in een notendop. Heb je meer suggesties over welke criminele zaken we moeten behandelen in True Story? Laat het dan hieronder weten. Doe ook een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan zie ik jou bij de volgende video. Doei!